Kunt u ook wat voordelen noemen van de coronacrisis? Ik zei het gisteren nog, ik weet het even zo gauw niet meer, maar er was wel een voordeel. Denk gewoon rustig even na. Enkele voordelen noemen. Nou ja, we hebben 4 kinderen en die komen weinig, maar dat kan natuurlijk niet. Maar er wordt heel vaak gebeld en meer dan in het verleden. We hebben echt, ze leven goed met de oudjes mee. Nou, voordelen. Ja, je hebt meer aandacht en tijd voor elkaar. Zorg is er meer. Even je opa en oma bellen. Even vragen hoe het gaat met je collega. Hè? Het is wel ren je rot, maar daarnaast ook weer zorg. Ja, dat is er wel. Nee, ik kom er gewoon niet op. Weet ik niet. Nee. Kun je ook wat voordelen noemen van de coronacrisis? Ik ga donderdags niet naar het café in, dus dat bespaart wel geld, ja. Dus binnenkort word je miljonair? Nee, dat wil ik niet zeggen, maar het bespaart wel wat geld. Oké. Ziet u ook nog wat voordelen van deze coronacrisis? Voordelen, ja. Dat kinderen die school als gevangenis beschouwen, dat die nou lekker vrij hebben. Dat ze veel meer vrijheid ervaren. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld heb je dan moeders die dat misschien niet zien zitten en die ook moeten werken. En dan moeten ze toch naar de opvang. Ja. Dank u wel voor uw oorspronkelijke antwoorden. Ja, goed. Dank u wel. Bedankt. Okay. Tot zo. Kunt u ook wat voordelen noemen van de coronacrisis? Hoe bedoelt u dat? Nou, dat is alleen maar narigheid. Ja, maar na regen komt zonneschijn. En iedere wolk heeft een zilver lijntje. Nee, ik kan geen voordelen voor geven. Nee. Oké. Dank u wel. Het enige wat ik misschien kan zeggen is dat de mensen zich meer bewust worden van gezondheid. Dat echt het belangrijkste is. En er wordt, als er niks aan de hand is, wordt het vaak vergeten, zeg maar. Weinig. Ja, ik denk dat de mensen wel weer toe waren aan de weelde die ze hadden. Dat ze even een pas op de plaats maken en dat ze weer weten hoe het alles werkt. Ik denk dat dat het enige voordeel ervan is. Maar voor de rest zie ik weinig voordelen. Ja, ik denk iedereen wel weer even met beide benen op de grond komt. Dus het heeft natuurlijk wel heel veel impact. Maar voor onze leeftijd, dan kijk ik zo om me heen. Ik denk dat het nog wel een keer te doen is. Maar voor de jeugd is het, ik kan me voorstellen dat je wel een keer knettergek wordt in huis met ouders. Ja. Kunt u ook wat voordelen noemen van de coronacrisis? Nou, wat ik zelf wel een voorbeeld fijn vind, is al dat gezoen dat niet meer hoeft. He, met nieuwjaarsrecepties en gedoe en dat mensen om de nek vliegen en zo, dat vond ik eigenlijk nooit zo plezierig.